Yvonne Roziek, teamleider klantadministratie, drukte van belang hierover op de afdeling vanwege de meteropname. Hoe staat het ermee? Nou, we hebben 260.000 meters op te nemen over de gehele provincie Groningen. En we hebben inmiddels al 160.000 standen binnen. En we hebben er nog 100.000 te gaan. 62% is dus inmiddels al binnen. Dus we zijn nog niet klaar? We zijn nog lang niet klaar. Nog 100.000 te gaan. Waar bellen mensen zoal over? Mensen bellen over dat ze hun opnamekaart kwijt zijn, waardoor ze dus de stand niet kunnen doorgeven. De opnamecode weten ze niet. Daarnaast vragen ze als ze in januari gaan verhuizen of ze nog een meterstand moeten doorgeven. En als ze hun stand proberen door te geven via internet, dan krijgen ze een foutmelding dat de meterstand afwijkt. En daar bellen ze heel veel over. Nou, de antwoorden op die vragen staan natuurlijk ook op onze website, waterbedrijfgroningen.nl. Wat is nou de vraag waar mensen het meest mee bellen? Dat is toch de afwijkende stand. Dat klanten dus een stand doorgeven en dat die dus te laag of te hoog is, waardoor ze bij ons terechtkomen. En ze kunnen ons dan bellen, als ze er niet uitkomen, op werkdagen tussen 8 en 5. Dan zijn we bereikbaar. Nog 40% ongeveer te gaan. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen die hun meterstand nog niet hebben opgegeven? Je hebt nog 3 dagen de tijd om de stand door te geven. Doe het snel, dan ben je er vanaf. En succes ermee.